Ja, ook van mij uit, en niet alleen van mij natuurlijk, maar namens het gemeentebestuur, van harte welkom. Van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kralen, ook hier in de mooie nieuwe multifunctionele accommodatie De Borg, waar ja, Kralendonkse inwoners, verenigingen, ondernemers de komende jaren volgens mij uitstekend terecht kunnen voor tal van activiteiten. Ondanks dat de officiële opening pas in maart zal plaatsvinden, vonden wij het toch gepast om vandaag hier de receptie van de gemeente te houden. En gewoontelijk blikken we dan terug op markante zaken uit het afgelopen jaar, maar kijken we ook vooral met een blik naar het nieuwe jaar. En 2019 was in ieder geval het jaar van 75 jaar bevrijding. In heel Nederland en ook in Kralendonk werd gevierd dat 75 jaar geleden grote delen van ons land werden bevrijd. En ik vind het belangrijk dat we er aandacht aan blijven geven en de verhalen uit het verleden niet vergeten. Dat we diegenen die onze vrijheid, voor onze vrijheid hebben gevochten, blijven herdenken. En ik heb dan ook veel waardering voor alle vrijwilligers die zich voor die herdenking inzetten, die in onze gemeente in 2019 een prachtige 75-jarig bevrijdingsfeest hebben georganiseerd dat heel veel bezoekers heeft getrokken. En ik mag wel hieruit, van mij uit in ieder geval, de veteranen, de wapenbroeders en zeker ook René Vos hartelijk danken voor hun inzet daarvoor. En dank dat je via mijn pa even mijn brilletje aanreikt. Maar gelukkig heeft Karen, mijn secretaresse, ik heb gezegd, doe het maar een Arial 14, dan is het voor mij te lezen zonder brilletje. Maar, oh, 16 hoor ik net zelfs. Helemaal goed. Ja, het gaat sneller achteruit, maar goed. Het was namelijk ook, in 2019 was ik ook nu ruim een jaar burgemeester in Kralendonk. En in die periode ben ik ook heel wat tegengekomen. Vanaf mijn installatie heb ik me meteen welkom gevoeld. Gevoeld bij de inwoners, bij de raad en bij dit college. We gaan respectvol met elkaar om. En gebruiken formele en informele momenten om als bestuur een bijdrage te leveren aan het borgen van en bouwen aan het goede leven hier in Kralendonk. Ik kijk terug op een hele mooie kerntour als nieuwe burgemeester. Dank aan alle mensen die daar veel tijd in hebben gestopt om mij te ontvangen en te vertellen wat zij voor hun kern erg belangrijk vinden. In Dorplein maakte ik een mooie rondrit met paard en koets langs bijzondere plekjes en bezienswaardigheden waar het dorp er tal van heeft. En tijdens mijn bezoek aan de huiskamer aldaar mocht ik zelfs van de dames van de huiskamer nog een potje mee rummikuppen en dat was hartstikke gezellig. In Mahezen hebben we tijdens prachtig weer een wandeling gemaakt langs bekende, maar ook minder bekende plekken en heb ik gesproken met enkele gebruikers van onze school. In Pudelschoot heb ik een informatieve rondgang gemaakt en diverse adressen bezocht, waar onder andere de beide basisscholen. Daar ben ik alle groepen even binnengelopen en heb een praatje gemaakt met de leerlingen al daar. In Budel heb ik een mooie wandeling gemaakt, waarvoor dank aan Diel en Toon, voor alle bezienswaardigheden waar zij mij mee hebben meegenomen. En ik heb onder andere nog een bezoek gebracht aan het Buelsitje. Zoerendom trakteerde mij om een gedeelte van de Brinkenwandeling en een bezoek aan het Gilde. Er waren presentaties van een aantal verenigingen en in Gastel sloot ik uiteindelijk de keer naartoe af. En ik heb daar de typische Gastelse plekjes bezocht, heb een heel goed gesprek met een aantal inwoners gehad en bracht s'avonds, samen met Annie Vermeulen die die kerntour mee georganiseerd had, een bezoek aan de kampleiding van de jeugdclub in Gastel. En daar hebben we zelfs nog heel sfeervol samen een frietje gegeten om dat af te sluiten. Al met al, dus niet zomaar een greep uit de informatie en gezellige programma's die de kernen voor mij hadden samengesteld. De tour gaf mij een goede indruk van de diversiteit van Kralendonk. Een beeld dat het bij mij oproept van een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven en inwoners en ondernemers die betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Op 28 november jongstleden vond er een inspiratiesessie plaats over burgerparticipatie.
Deze bijeenkomst heb ik als nieuwe burgemeester aangeboden aan de Kranenburgse dorpsraden en platforms en de dorpsoverleggen in Peel en Maas. En ik probeer daarbij een brug te slaan. Mijn ervaringen in Peel en Maas hebben mij zo enthousiast gemaakt dat ik de mij bekende best practice Kranendonk absoluut niet wil onthouden. Niet omdat ik het beter weet, juist verre van dat. Maar als aanvulling op al het goede wat hier in deze gemeente al gebeurt op het gebied van burgerparticipatie. Mijn ideaalbeeld is dat inwoners en gemeente samen kunnen werken en bouwen aan een Kranendonk waar het goed wonen, werken en recreëren is. Hierbij behouden we wat goed is en bouwen we verder aan de leefbaarheid van onze gemeenschappen. We werken vanuit de kracht van de gemeenschap in een relatie waarbij gelijkwaardigheid, vertrouwen en elkaar waarderen centraal staan. De rol van de alwetende en bepalende overheid is hierbij wat mij betreft niet meer op zijn plaats. Er wordt een nieuwe, een andere rol van de overheid gevraagd. Veel meer een rol van partner en medemogelijkmaker. Dorpskernen, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisaties werken samen omdat we hetzelfde willen. In Kranenburg zijn we hierin naar mijn idee al een heel stuk op weg. Maar het zal duidelijk zijn dat een veranderende rol van die overheid en de samenleving niet van vandaag op morgen geregeld is. Het is een verandering, het is een proces en het gaat stap voor stap. Met vallen en opstaan en fouten maken, dat mag. Mooi om te zien was in ieder geval dat tijdens die inspiratiesessie er van iedere kern mensen aanwezig waren. En mijn idee is dat de aanwezigen ook daadwerkelijk geïnspireerd zijn om er samen de schouders onder te zetten. Om samen te werken aan een gelijkwaardige relatie, om samen te werken aan dat gezamenlijke doel. In 2019 was ook het jaar dat het asielzoekerscentrum in Kranendonk 5 jaar gevestigd is op het terrein van de voormalige Nassau-Dietz-kazerne. Het COA schonk hier op gepaste wijze aandacht aan met een druk bezochte open dag. En omdat we als gemeente de goede samenwerking met het COA wilden onderstrepen, werd er op die dag ook in het gemeentehuis door asielzoekers een expositie en een hapjesfestijn georganiseerd voor onze inwoners. Heel indrukwekkend vond ik het bezoek van een Soedanees gezin waarvan een oudste zoon van 7 als prijswinnaar van een door het COA uitgeschreven wedstrijd mij een winnend vogelhuisje kwam aanbieden. Vader, moeder, allebei gestudeerd en welbespraakte mensen en 3 jonge kinderen keurig gekleed, daar zaten ze dan bij mij aan tafel. Op bezoek bij de burgemeester van Kranendonk. En u mag gerust weten, dat heeft mij geraakt. Deze trotse mensen zo te zien in hun toch lastige positie. Mensen die hebben moeten vluchten uit hun eigen land, alles hebben moeten opgeven en ze waren nog maar 3 maanden in Nederland. En daar zitten ze dan met hun 3 kleine kinderen. Ik hoop van harte dat het goed met hun gaat. En ik ben er blij om dat we hen en ook anderen die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten, kansen op een nieuwe toekomst kunnen bieden. Ik ben er dan ook trots op dat we hier in Kranendonk kunnen delen. Trots op het feit dat onze inwoners al jaren bereid zijn om hun sociale hart te laten spreken en vluchtelingen die het echt nodig hebben op te vangen. Jammer daarbij is natuurlijk dat we, net zoals in heel Nederland, ook te kampen hebben met een weliswaar relatief kleine groep overlastkerels. Die verpesten het voor de overgrote groep vluchtelingen die zich prima gedraagt. En deze overlast, laat me daar heel duidelijk in zijn, die accepteren we niet. En die pakken we aan. Daar hebben we het afgelopen jaar heel hard voor gewerkt. En dat doen we in samenwerking met het COA, met politie, met justitie, met het ministerie. En ik ben blij dat ook vanavond onze ketenmarinier Jurk Verbeek hier op de receptie aanwezig is. Dat benadrukt nogmaals datgene waar wij samen mee bezig zijn. 2019 is ook het jaar geweest waarin de gemeenteraden van Kranendonk, Heesterlee en Valkenswaard met elkaar hebben gesproken over hun toekomst. Gaan we als gemeente zelfstandig door? Wordt het een ambtelijke samenwerking of wellicht een fusie? Stip op de horizon is de naam van het onderzoek dat het bureau Berenschot hieraan heeft gegeven.
Voor onze gemeente geldt dat zij, zoals ze nu werkt, ambtelijk en bestuurlijk haar handen vol heeft om op een adequate wijze aan al haar taken te kunnen voldoen. Hoe gaat Kralendonk als gemeente in de nabije toekomst verder, gezien alle uitdagingen in die maatschappelijke opgave? Samen met de drie raden gaan we in ieder geval in gesprek. In gesprek met onze inwoners over onze toekomst. En er was nog veel meer. 2019 was een intens jaar. We hielden ons bezig met diverse evenementen en festiviteiten. Maar ook het boerenprotest van onlangs. Het bezoek van de bisschop vanwege het 200-jarig bestaan van de kerkgemeenschap in Soerendonk. Of de 375ste verjaardag, ze zijn vanavond ook aanwezig, van het Sint-Jansgilde, als je het over tradities hebt. Tot aan de mijl van Maris. Ook waren er mooie jubileumjaar. Het 66-jarig bestaan van natuurlijk carnavalsvereniging De Toeters. Ja. Geef mij de gelegenheid om een slokje te drinken. Dankjewel, heren. Maar wat dacht je van de verjaardag van de heer Valkenburg, 104 jaar uit Marese? Graag vermeld ik ook het belangrijke feit dat Kralendonk de enige schutterij heeft van Brabant die het afgelopen jaar een hele hoge plek heeft gehaald op het OLS. De Schut van Buurt, de 13e plek, ik vind het een applaus waard hoor. En tenslotte, en dat kon ik niet anders, omdat ze ook vanavond in ontzettend grote getalen aanwezig zijn. Wij hebben als college en ik samen met mijn vrouw Nancy genoten. Genoten van alle bonte avonden waar we zijn geweest. En we hebben tijdens de sleuteloverdracht in Gastel 3 dagen de macht uit handen gegeven. En het heeft hartstikke goed gegaan, moet ik zeggen. Dus ik ben voornemens om dat dit jaar gewoon weer te doen. In ieder geval voor al jullie verenigingen een heel mooi seizoen en we zien elkaar. Volgens mij beginnen de zittingen, de volgende week ga ik op bezoek in Marhezen. En dat is meestal de eerste zitting en dan volgen we. We gaan in ieder geval weer met veel genoegen naar al jullie zittingen toe. Kralendonk is ook een gemeente met veel gezonde en gelukkige inwoners. Een aantal daarvan wordt zelfs zeer oud. Zo bezocht ik afgelopen jaar 4-jarigen die 100 jaar of ouder werden. Ik mocht 152 jubilerende echtparen feliciteren. 137 echtparen met een 50-jarig huwelijk. 13 paren waren 60 jaar getrouwd. En 2 paren waren zelfs al 65 jaar in hetzelfde huwelijksbootje. En als je dat snel bij elkaar optelt, betekent dat dat we 1760 jaar getrouwd zijn geweest afgelopen jaar. Een ander mooi weetje is dat daar waar gemeenten last hebben van krimp, zijn wij het afgelopen jaar zelfs met 3,5% gegroeid. Eind november 2019 had Kralendonk ruim 21.000 inwoners. En dan wordt het 2020. Een jaar wat ons betreft in het teken staat van uitvoering. Uitvoering van diverse projecten waarin veel voorbereidingstijd aan vooraf is gegaan. Belangrijke uitdagingen en verwachtingen, die heb ik natuurlijk al een aantal genoemd. Uiteraard hoop ik ten eerste dat er duidelijkheid komt in de stikstof- en PFAS-crisis, zodat we met elkaar weten waar we aan toe zijn. Want het raakt ook ons, onze industrieterreinen, of je zult maar agrariër zijn. Ook vind ik het belangrijk dat we binnen Kralendonk nog verdere stappen gaan zetten op het gebied van milieu en duurzaamheid ten behoeve van ons klimaat. Met de regionale energiestrategie, ook wel de RES genoemd, maken we in onze regio gezamenlijk afspraken om aan de voorwaarden van het Nationaal Klimaatakkoord te voldoen. Van onze wethouder Frans Kuppens is daar de krachttrekker in de regio. Binnen het sociaal domein gaan we in het nieuwe jaar aan de slag met inwoners om te kijken hoe we de maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Een belangrijke vraag is, hoe zorgen we ervoor dat zorg en ondersteuning tegen het licht van de vergrijzing met deze bevolking beschikbaar blijft? We vinden het belangrijk dat alle inwoners zoveel mogelijk meedoen in onze samenleving en hun talenten benutten en inzetten.
Onder de naam Samen aan de Slag gaan we dit stimuleren. En hebben we subsidie beschikbaar voor mensen die daar goede ideeën over hebben. Enkele projecten op het gebied van de inrichting van de buitenruimte heeft u kunnen zien al. Vorig jaar hebben we in het centrum van de Rezen de Sterkselse weg aangepakt. En dit jaar gaan we verder met fase 2, de herinrichting van de Stationsstraat. En er komen definitieve maatregelen tegen het sluipverkeer. In Budel gaat het centrum op de schop. En de plannen rondom de baronie krijgen dit jaar vorm. Zoals wellicht bekend gaat het COA ook fors investeren in de sanering van de gebouwen en het terrein van de voormalige Nassauwdienstkazerne. Wij verwachten dat deze plannen ook kansen biedt voor werkgelegenheid en economie hier in onze gemeente en in de regio. Ten slotte alles overziende na het jaar 2019 en ruim een jaar burgemeesterschap in deze mooie gemeente, kan ik zeggen, Kralendonk is een dynamische gemeente waar het prima wonen en werken is en waar heel veel gebeurt. Er is echter ook nog werk aan de winkel, vanwege onder andere de vergrijzing en verduurzaming, iets wat onze gemeenteraad en het college hoog in het vaandel hebben staan. Terugkijkend op de gesprekken met inwoners tijdens de kernronde en de feedback vanuit de dorpsraden die ik heb bezocht, is mijn conclusie ook dat we inwoners en gemeentelijke organisatie dit jaar gaan bekijken hoe we met elkaar de volgende stap gaan zetten. Denk hierbij aan het eerder genoemde ideaalbeeld wat ik noemde. En ik nodig inwoners uit om zelf na te denken over vragen als: wat voor dorp willen we zijn en welke voorzieningen hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we samen iets betekenen voor onze eigen leefomgeving? En welke rol van de overheid past daarbij? Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Ik kom tot een afronding. We leven in een tijd waarbij de spanningen in de wereld groot zijn. Dit brengt onzekere tijden met zich mee. Toch hebben we daar als individu minder invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is op een respectvolle manier samen optrekken, leven en werken in onze gemeente en dat we iets voor elkaar over hebben. Gelukkig hebben we veel inwoners die dat nastreven. En als inmiddels Brabander sluit ik daarom graag deze toespraak af met de woorden: ik heb hier een goede hart en je moet me met elkaar kunnen gewerken. Hartelijk dank voor uw aandacht en toast.